We gaan het hebben over iets wat we allemaal graag willen. Af en toe eens wat kilo's kwijtraken, als het even kan. En er is nieuw wetenschappelijk onderzoek wat laat zien dat de, de, de dingen die we daar nu over weten en hoe we daar nu over denken, misschien wel eens helemaal niet kloppen. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over waarom helpt sporten amper om af te vallen. Het is de belofte van meer bewegen, calorieën verbranden en zo je overtollige kilo's kwijtraken. Maar uit tal van onderzoeken blijkt dat je aan het einde van een sportieve dag een stuk minder energie hebt verbruikt dan je had bedacht. Waar blijven die calorieën dan? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja. Jurgen, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Het is tijd voor een klassiek format van de Slimme Presteren-podcast. Jij hebt onlangs een mooi artikel gepubliceerd. En dat is eigenlijk het hoofdonderwerp van deze aflevering. Ja. We gaan het hebben over iets wat we allemaal graag willen. Af en toe eens wat kilo's kwijtraken, als het even kan. Maar de vraag is hoe dan? Ja. En er is nieuw wetenschappelijk onderzoek wat laat zien dat de, de, de dingen die we daar nu over weten en hoe we daar nu over denken misschien wel eens. Helemaal niet kloppen. Deels nieuw en uh, ja, deels nieuwe data eigenlijk met name. Die ondersteunen al een idee wat al langer rondzingt. En wat eigenlijk al uh, ja, tientallen jaren onderzoekers zich afvragen, hoe kan dit toch ik. Uh, nou ja, ik, ik doe een groep obese mensen, of in ieder geval mensen met overgewicht, die uh, bied ik een beweegprogramma aan. En dan monitor ik perfect van hoeveel calorieën ze dan verbruiken, hoeveel bewegen ze. Hun inname wordt mooi bijgehouden. En dan gaat het uiteindelijk om, dan gaan ze een half jaar, na een jaar eens kijken naar het gewicht. En dan blijkt dat toch ontzettend tegengevallen dat eh, het gewichtsverlies, dat is één. En ten tweede, als ze dan in staat zijn om nauwkeurig het energieverbruik te meten in zo'n persoon... En daar hebben ze verschillende technieken voor, maar eentje daarvan is, is met zwaar water. Daar kunnen we het straks wel over hebben. Dan kan je perfect zien wat verbruikt nou iemand op een dag. En dan zien ze eigenlijk dat dat energieverbruik amper toeneemt, hmm. ondanks dat ze gaan sporten. Nou. En dus dan is de vraag: ja, wat gebeurt er met die calorieën die, ja, die, die verbruikt worden bij het bewegen? Waarom zie ik die niet terug in het dagelijkse energieverbruik? En dat is eigenlijk de grote vraag. Ja, dus het uh, ouderwetse tegeltje: als je wilt afvallen, moet je gewoon meer gaan sporten. Ja. Dat is niet per definitie waar. Het nee. Ligt ook aan het woord sporten. Misschien als we zeggen meer bewegen, dan komen we daar al wel, maar dan gaan we naar op zoek. Ja. En we gaan straks ook al vrij snel even met Guido Vroemen zoomen. Want hij uh, heeft hier ook veel over te vertellen. Ja. Uh, want er komen termen om de hoek als energie. Uh, de, de, Compensatie. Compen ja, dat is ja. de term waar het hier over gaat. Ja. Energiecompensatie. Ja. Want dat zou de verklarende factor moeten ja. zijn. Dus laten we maar ouderwets bij het begin beginnen. Wat is dat? Ja, nou ja, uh, we verbruiken energie zoals wij hier, hier zitten. En uh, nou, dan lees je altijd ergens een beetje. Uh, Algemeen, een, een man verbruikt op een dag ongeveer 2500 kilocalorieën en een vrouw rond 2000. Mm. Nou, waar besteed je dat precies aan? Daar gaat het uiteindelijk om. Uh, we hebben het kort ook wel uh, gehad in onze aflevering uh, 51 was dat, die 10 tips. Om, ja, tien slimme uh, eettips e om ja. af te vallen en ja. daar, daar, daar stelden wij tien eetwissels voor. Hè? En ik weet de tweede lieten we zien, het energieverbruik, waar, waar halen we dan die, die 2500, hoe komen we daarop? Als ja. je uh, naar, naar onze mannen kijkt en dan zie je eigenlijk dat daar de grootste uh, hoop, die zit hem in ons bazaal metabolisme. Het ja. woord wat je niet zo vaak hoort, wat is nee. dat? De, ja, je, of rustmetabolisme is eigenlijk van. Uh, nou, op het moment dat wij hier zitten, niet actief zijn. beetje actief in dit geval, mm -hmm. maar je zit gewoon op je stoel of je ligt op je bed daar verbruik je toch behoorlijk wat energie. Want ja. nou, je hart moet blijven kloppen. Je moet blijven ademen. Je moet temperatuur je zijn blijven. Ja, ja, temperatuur. Je ja, hersenen moeten van bloed worden voorzien. En moeten moet ook wat werk verrichten. Ja, dus gewoon jezelf in leven houden. Ja. Dat kost energie. Dat heet rustmetabolisme. En in die, ik herinner me die staafdiagrammen. Je liet toen balkjes ja. zien. Met hoeveel dat procent al snel van die 70, energie. 70, 75 procent. Van de energie die, die je dagelijks procent. nodig ja. hebt. Zit hem daarin. Oké. Okay. Nou, en dan heb je ook nog een klein stukje iets van 10%. Ja, dat noemen ze de voedingsgeïnduceerde thermogenese. Dat is eigenlijk ja, hoeveel energie uh, verbruik je puur voor het eten en verteren. En, ja. uh, met name eiwitten, die kosten wat meer uh, energie voor de vertering. En dan heb je dat laatste stukje nog. Nou, pak een beetje 20%. Ja, 20%. Nou, als ik snel tel, 10, 15% meer, toch? Oké, okay, ja. nou ja. Als het ik de hangt een beetje van die je noemt, optel. hoe actief ja. jij natuurlijk sport. Ja. Maar dat kun je dan verbruiken aan je fysieke activiteit. En dat, is, dat geeft al aan van dat uh, fysieke activiteit maar een klein onderdeel is van jouw totale energieverbruik op een dag. Nou, dat is één ding om rekening mee te houden van dat het dus niet zo is. En vooral bij die obese mensen of mensen... Met, met overgewicht, ja, die kan je ook niet een enorm sportprogramma gaan aanbieden. Die moet je voorzichtig natuurlijk uh, in beweging krijgen. Dat zijn mm -hmm. geen Tour de France renners, die verbruiken mm -hmm. echt wel heel veel. Maar je kan al zien dat ja, op, het, op het geheel van het energieverbruik. is dat al een, nou, een, een klein. Een kleiner percentage ja. dan je zou verwachten. Omdat we over percentages ja. praten. Maar in hoeverre maakt het nog uit? Je noemt iemand die obese is, inactief, wil afvallen. Maar ja. Ja, jij en ik zijn niet obese. Ja. Uh, wij sporten relatief veel ten opzichte van de ja. gemiddelde Nederlander. Is het bij ons dan opeens 25, 35, 40 procent nou, van onze dagelijkse energie? Waarschijnlijk niet. En dan baseer ik me eigenlijk op studies. die dan, uh, Want die, wat die laten zien is dat. Nou, om te beginnen, ze hebben de methode van zwaar water. Dat is eigenlijk uh, ja, H2O18. En en dat betekent Chemisch dat ze gezien, ja. ja, normaal is H1 heeft ja. één proton, hebben ze nog een proton bijgestopt. En, en de O is normaal 16 protonen. En daar hebben ze er twee bij gestopt. Ze dus hebben bijzonder water gemaakt, chemisch. Ja, een isotoop. Dus eigenlijk, ja, je zou denken dat is radioactief dat is niet goed voor je. Maar het is een stabiele isotoop. Dus hij is niet radioactief daarmee. Hè. Ja. Die is gewoon, nou ja, inert verder in je lichaam. Maar op het moment je drinkt dat op. Ja. En dat gaat dan verschillende paden in. En waarvan eigenlijk het idee is van: eh, het belangrijkste is het verbrandingspad. waarbij CO2 wordt geproduceerd. Ja. Nou, en, en die CO2 die kan jij, uh, nou ja, dat is die O2, dus die, dat, dat komt gewoon een stukje van dat gelabelde zuurstof, uh, kom je daarin tegen. En dat gaat deels via de uitgeademde lucht en deels via de urine naar buiten. En dan hebben ze best wel ingewikkelde formules, maar die zijn allemaal gevalideerd. En dan kun je dus dit meten. Door... Je laat iemand wat drinken en je kan na een tijd door de ademhaling, ja. uitademing te meten of de urine te meten, kom je die zware moleculen tegen. Klopt. En dan kun je dus een soort afgeleide maken van goh, hoeveel, ja. hoeveel, waar. En dat is een goed punt. Na een tijd, dat duurt echt wel uh, een paar nou, uren tot dagen. Maar dat geeft je dan wel een, een gemiddeld energieverbruik over die x aantal dagen waarbij je een dagelijks verbruik kan meten. En dat hebben ze gedaan bij bijvoorbeeld groepen jager-verzamelaars in, uh, in Tanzania. Uh, Mexico, meen ik. En, uh, maar ook bij westerse mensen, echte bankzitters die amper sporten. Mm -hmm. En daar vinden ze eigenlijk niet eens zoveel verschil. En dat geeft al dat geeft mensen al aan het denken van hé, hey, uh, dat is toch gek want de een heeft een veel actievere levensstijl als de andere. Ja. Hoe zou zoiets toch kunnen? Nou, en Dus even klassieke beeld, zitten is het nieuwe roken. We zijn allemaal uh, Michiel Panhuis zegt dan in een air conditioned world zitten ja. we de hele dag op onze reet. Maar wat dit onderzoek laat zien is dat dat voor ons basis dat rustmetabolisme ja. Eigenlijk niet zoveel impact. Ja, heeft. maar dat is niet het rust. Want dan betalen, kijk ze aan het totale energieverbruik. Ah, okay. En dus als jij dan vraagt hoe kan je dat splitsen in mijn fysieke activiteit bovenop mijn rustmetabolisme, Ja, dat, daar komen we uiteindelijk op. Dat geeft eigenlijk aan: jij zei het, we begonnen over die verhouding van 10-15%. Nou, maak het bij een, een zittend iemand, misschien 10%. Een actief iemand. Is dat richting de 30, 40 procent? Ja, ja. zeker. Waar. En daardoor kom je op die gemiddelde waarde. Ja, maar dat geeft aan dat je ergens moet jij gaan compenseren daarvoor. als jij nog steeds op die 2500 wil uitkomen. En dat zit hem, nou, dat weten ze nog niet precies. Maar ze vermoeden dat dat. nou ja, twee, kant, twee kanten op. Of je gaat van die activiteit. ja, je kan natuurlijk sporten, dan weet je dat ik ben actief ben, et cetera. Maar je bent ook heel veel aan het friemelen, vreubelen, typen door je haren aan het gaan. Ja. Allemaal van die microbewegingen. Hey, ja. En dan zeggen ze ja, misschien compenseer je op die manier wel dat de westerse mens die niet sport veel meer dat doet bijvoorbeeld. Ja. Of zit het in het bazaal metabolisme? Omdat en daar stap ik even overheen, maar omdat jij zegt de totale energieverbruik die 2500 ja. is gelijk. Precies. Precies, dat was even ja. wat ik niet duidelijk scherp. Ja. Dus we, we hebben jagers en verzamelers onderzocht. We hebben me beste mensen onderzocht. We zien eigenlijk overal de hele tijd Klopt. 15, die 2500 ja, ongeveer misschien terugkomen. Iets hoger. Ja. En dat zie je zelfs in het dierenrijk ook. Uh, ja, volgens mij, tijgers en apen hebben ze gevolgd in het wild en in de dierentuin. Ja. Nou, je mag aannemen dat ze in de laatste geval in een relatief ja. klein hok zitten. Ja. En ook daar is het energie, over de dag. Dus, uh, en dit is vreemd, toch even benoemen, ja. op, waarom is dit nou opvallend? Omdat je, als je logisch zou nadenken, zou denken, wacht even, iemand die veel actiever is, in dit voorbeeld die jager-verzamelaar, zou je verwachten die niet 2.500 heeft, maar 3.500 ja. of 4000, 4.000 of 5.000. Ja. Ja. En, en dat gebeurt dus niet. Je ziet het bijvoorbeeld wel bij Tour de France renners, maar die worden dan net even twee, drie weken gevolgd. Ja, dan moet ze wel vol aan de bak. Ja. Dit wat gaat zie je gewoon, dan wel, dan zie je ja, dat het totale energieverbruik. Want daar hebben we het omstijden. ook over gehad. Het ja. gaat richting de zeven 7.000. Ja. Kan dat gaan? Maar dan ja. praat je over de relatief korte periode. En dit zijn gewoon mensen ja, die hun dagelijks leven hebben als. Ja, ja Een actievere of, levensstijl. Ja. En is, eigenlijk komt dat ook terug op het feit van, dus dat je mensen met overgewicht op een beweegprogramma zet. En dan naar hun energieverbruik op de, over de dag gaat kijken. En dan wat er dan gebeurt, dan zeggen ze, hé, hey, maar je zit nou op een schema dat je elke dag toch nou, minimaal 1000 of 2000 kilocalorieën erbij verbruikt. Ja. En dan gaan ze op het einde van de dag meten. En vooral gaat dat dan nou, na een bepaald, na, na bijvoorbeeld een half jaar of langer. En dan zien ze niet dat bij het bazaal metabolisme van 2500 er 2000 bijgekomen is, maar dat daar misschien maar 500 bijgekomen is. Aha. En dan is het dus, waar zijn dan die, ja, die calorieën die je verbruikt hebt met bewegen? Want dat heb je gedaan. Dat, ja, Dat hebben we het programma. We, je, ja, ja. Je, we hebben allemaal stappentellers die erbij houden. En dat is eigenlijk, ja, die energie komt, waar, waar gaan die naartoe? Um, nou, En ze weten, nou, steeds nou, wetenschappen is ze niet 100% overtuigd wat dat is. Want het is heel moeilijk wat je al zegt. Ja, ga, ga je minder friemelen, vreubelen. Uh, kleine armbewegingen. Kijk, als jij zelf sport, dan denk ik wel dat je dat ook wel voelt na een zware training. Ga je op die bank zitten, blijf je net wat langer zitten. Mm -hmm. Dat is één, hè. En mm -hmm. je komt minder vaak uit, misschien uit die stoel. Yeah. Je gaat misschien wel liggen. Nou, dus er spelen altijd wat dingen doorheen in de, in de dagelijkse yeah. Yeah. praktijk. Yeah. Misschien ga je ook wat meer eten. Je krijgt wat meer trek, hè. Dat yeah. wil ook dan al een beetje tegenwerken. Uh, ten derde krijg je wat meer spieren. Nou, spieren gaan uiteindelijk ook wat meer energie verbruiken. Dus Ik zit te denken, in dat grote ook, geheel. We hebben veel geleerd over HRV, hartslagritme variabiliteit. Ja. Nee, heart rate. Ha, uh, ha, ah, ja, hartslagvariabiliteit. Ja. Anyway, ja. die neemt af. Als jij vermoeider en onder stress bent. En de mensen moeten oh. maar die hele aflevering even gaan luisteren. Maar dat zegt iets over hoe alert ja. jouw systeem ah, ja, kan reageren. Ja. En dat je ja. dus ik zegt, een vermoeid systeem doet dat niet. Nee. Die is niet de hele tijd ja. aan, uit, ja. aan, uit. Hè? Die is Misschien is dat een uh, mooie afspiegeling inderdaad van wat er gaande is. Dat dat lichaam dan op nou, een standje a, 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 lager ja. gaat staan. Ja, nou en daar... Ja. Met eigenlijk, uh, daar richten ze zich nu op, uh, dat ze toch denken, ja het zit hem gewoon in dat basaal metabolisme wat flexibel is. Mm -hmm. En wat helaas flexibel is, uh, ja helaas voor mensen die willen afvallen door te sporten. Doordat dat basaal metabolisme zegt, hey, heb jij overdrag al uh, 2000 kilocalorieën verbruikt met jou bewegen. Ja, dan gaan wij toch uh, in de, de rest van de dag minder energie steken in onze basale processen. En zonder dat, dat, de kosten gaat natuurlijk van je gezondheid en zo. Dat hart blijft kloppen, je ja, blijft ja, ja, ademen, noem ja. maar op. En dat is eigenlijk, nou ja, dat laten de studies zien. En dan de meest recente studie, waar ik, ja, die, ze hebben nou een enorme database opgebouwd van mensen met wie ze die, die zwaarwatertechniek hebben toegepast. En, uh, en daar komen ze uit dat, nou uh, uh, ja, we wisten van beweegprogramma's dat er ongeveer, uh, dat je wel 80% compensatie kon krijgen. Nou, zij komen ook uit op, gewoon zoals wij hier zitten, dat ieder zich heeft aangepast aan zijn situatie van zijn, zijn dagelijks leven. En dat betekent al dat wij ook zelf zo rond de 50% aan het compenseren zijn. En mensen die juist meer vet hebben, die compenseren van nature ook meer en weten niet precies waar dat er komt. Ja. Maar dat betekent wel dat die niet klakkeloos... dat het daarmee niet klakkeloos iets is... En ik ga nu lopen. Als jij zegt compenseren meer... betekent dus dat we die reactie van dat rustmetabolisme... of wat ja. het dan precies ook is... op dat bewegen daar sterk zien. Ja. Je beweegt Klopt. meer en eigenlijk de rest ja. van het energiesysteem... gaat dan maar ja. minder verbruiken. Ja. En dat, dat geeft ook... eigenlijk zou je dus voor elk persoon... kijk, we weten allemaal met die stappentellers... tegenwoordig, Strava... allemaal schattingen zijn dat vaak van jij hebt met deze uh, loop of deze fietstocht, heb je zoveel kilocalorieën verbruikt. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar we weten niet wat ons bazaal metabolisme is, hoeveel kilocalorieën dat is. En eigenlijk zonder die, uh, die informatie kan je behoorlijk de mist ingaan, want. Welke mist kan je ingaan? Nou, dan? dat jij denkt van, nou, ik heb 2000 verbruikt, dus ik kan 2000 meer eten. Uh, eten. Pakken ze even een extra. En dat heeft geen consequenties voor mijn gewicht. Of dat je juist zegt: ik ga afvallen. Nou, dat betekent dat ik 5, 1500 extra hoef te eten, zeg maar. Ja. En maar het kan best zijn dat, dat, ja, dat je daarmee al meer eet dan je totale energieverbruik laat zien in, in toename. Omdat dat metabolisme aan het meebewegen is. Ja. En dat is eigenlijk, uh, ja, dat is ook de boodschap die je nog steeds natuurlijk bij, bij de Weight Watchers natuurlijk ziet. Dat klinkt het allemaal zo simpel hè. Extra bewegen en dan staat het vaak in kilocalorieën uitgedrukt. Nou, een stukje wandelen dus levert je zoveel op. Nou, dat ben je dan maar mooi kwijt. Het punt is gewoon, ben je dat ook echt kwijt? Nee. Dat is nee, ja, op de dat moment wel. Nu, lijkt te zijn nee. Op het einde van de dag, ben, ja, dan ben je, ben je dat niet kwijt, dan ben je minder kwijt. Misschien ben je wel niks kwijt ten opzichte van wat je gewend was. En dat is denk ik toch wel een, een boodschap die voor, uh, ja, voor mensen met overgewicht al moeilijk uh, te bevatten is sowieso. Maar ook, ook voor sporters die natuurlijk toch ook iets hebben richting hardlopen, uh, ja, wielrennen, turnen, We moeten allemaal, ja, elke extra kilo die je mee uh, moet zeulen, is er één te veel. Dus die denken vaak van, ah, nou, uh, we kunnen gewoon lekker hard extra trainen en iets minder eten. Nou, dan zitten we goed, dan gaat het wel goed, dan vliegen die kilo's eraf. Ja, zo simpel is het dus niet. Nee, nou. Dat is een goede eerste aftrap. Nu ja. zoek ik wel heel erg. En nu dan, hoe maken we dit concreet? Ja, maar we gaan het, het ook nou ja. nog wat verder verdiepen, denk ik. Uh, zullen we gewoon alles, onze Guido erbij gaan halen? Dat lijkt me helemaal goed. Ik wil wel dat mensen natuurlijk, die gaan dan denken, oh, dus ik hoef niet te bewegen. Ja, bewegen is hartstikke gezond. Ja. Voor hart, we vaten, noem over. maar op. Ja. Dat is zeker blijven doen. Maar verwacht niet, geen gouden uh, vooruitzichten wat betreft uh, ik ga afvallen en ik wil binnen, nou pak een beet, uh, twee maanden uh, drie kilo kwijtraken. Dus ik ga gewoon, ik, ik zoek een activiteit op wat, nou, wat duidelijk blijkt zoveel kilocalorieën ga ik kwijtraken. Want ik ben bang dat je zelf dan. Uh, dat je, ja, je Dus neus dat is eigenlijk hebt, jouw eerste stoot, tip: hè? verwachtingsmanagement. Ja. Even hard sporten om af te vallen. Uh, dat is niet de nee. systematiek. Wat het dan wel is en hoe je op gezond gewicht blijft. En anderzijds de risico's die er op de loer liggen. Ja. als je wel te weinig met energie uh, en eten uh, omgaat als je veel sport. Laten we daar eens even doorpraten met Guido. Goed plan. We gaan zoomen met vroemen. We gaan Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Fijn om je weer te horen. We hebben even een paar afleveringen gemist, maar dan ben je weer als vast onderdeel van onze podcast. En dit is een onderwerp wat jou volgens mij uh, na aan het hart staat. Um, we hebben net geleerd over energiecompensatie, oftewel het lichaam wat zich aanpast op basis van de inspanningen die je ook sportief levert. En nu willen wij even verder de diepte in. Wat betekent dit voor sporters en uh, wat betekent dit uiteindelijk voor amateurs? Um, kom jij zo ook tegen, Guido? De, man, toch de, de, de atleten of sporters of mensen die denken... ...hé, hey, ik snap het niet goed. Ik ben uh, extra calorieën aan het verbruiken. Nou, kijk maar ja. op, mijn, uh, op mijn Garmin of Strava. En uh, nou, ik hou goed bij wat ik eet. En toch uiteindelijk zie ik ja. mijn gewicht daar niet uh, van profiteren. Herken jij dat? Ja, ja. Die, uh, die mensen die... Uh die ben ik ook al vaker in mijn praktijk tegengekomen, maar ook gewoon uh, um, tijdens uh, trainingen of uh, gewoon in het alledaagse leven, dat mensen roepen van, jee man, ik word al dik van de lucht. Ja. Ja. Dus <laughs> die opmerkingen, ja, want ik ja. zal bijna niks eten ja. en nog steeds niet afvallen. Ja. En, en dat is, nou ja, weet je, dat is ook wel een, een valkuil uh, waar veel mensen in lopen. Want uh, Soms maak je, uh, um, nou ja, door heel weinig te gaan eten, gaat je lichaam zo zuinig afstellen eh, dat je wel eh, dat je eh, ten eerste al niet meer goed kunt presteren, je kunt je niet goed meer inspannen, maar eh, het resultaat is eigenlijk niet wat je zou willen want je, daardoor val je dus nog steeds niet af en word je eigenlijk, nou, eigenlijk krijg je alleen maar een, een, een zuiniger afgesteld lichaam met alle nou ja, storingen en, en, en uh, uh, lasten die je erbij kunt hebben, waar je eigenlijk niks aan hebt, want je wilt juist een beetje kilo's kwijtraken. Ja. Maar wacht even, nu vertel, ik, ik heb net van Jurgen geleerd dat uh, meer bewegen leidt tot een lichaam wat compenseert en zorgt dat er nog steeds ongeveer evenveel energie wordt verbruikt. En nu zeg jij, minder eten is de sleutel ook niet, want dan wordt je lichaam ook gewoon, zich daar weer op aan. Ja, nee, nou, minder, kijk, de combinatie van uh, wat vaak men, hè, mensen minder gaan eten en meer gaan bewegen. Ja, dat, dat lijkt het ideale scenario om ja. af te vallen, toch? Ja, maar ja, dan zegt hij, hè, dat wat Jurgen dan gezegd heeft, is meer gaan bewegen. Wil niet automatisch zeggen dat je dan. Hè, je gaat wel meer calorieën verbranden. Maar daardoor wil niet zeggen dat je dan meteen kilo's gaat kwijtraken. Nee, en nu zeg jij en... andersom ook nog eens. Minder eten ja. kan ook nog zomaar leiden tot. Ja, ja, ja er zijn heel veel uh, hormonale systemen, energiesystemen, uh, glycogeenopslag, noem het allemaal maar op. Die um, bij een lage energie-intake gewoon langzaam op de spaarstand gaan. Ja, ja. Want die, dat is een soort nou ja, um, uh, mechanisme van je lichaam. Van oh, uh, wacht even. Uh, gaan we nu in de vaste tijd. Uh, en we moeten zorgen dat we niet te veel energie kwijtraken. Ja. Ja, dat is misschien voor jou, Gerrit, wel interessant. Um, Daar hebben we nog niet vermeld. Dat er nu komt. Nee, maar dat is, dat, dat, uh, Herman Ponser is een uh, onderzoeker in Amerika. Hij heeft ook een boek geschreven. Burn gaat hierover. Die heeft de interessante gedachte van, hoe kan je nou verklaren dat die, die jager-verzamelaars net zoveel calorieën verbruiken. als de Westerse mensen die op de bank zitten. Terwijl de, de, die eerste groep is natuurlijk veel actiever. Hoe komt het toch dat zelfs die Westerse mens nog steeds die aan die gemiddeld genomen. 2500 kilo, kilocalorieën zit. En hij zegt, ja, dat heeft dus te maken dat in het verleden, je ja, als jager verzamelaar, oké, okay, dan was het netjes afgesteld, zo'n stukje voor uh, het basaal metabolisme, zo'n stukje voor de voeding en zo'n stukje voor de activiteit. Mm -hmm. En dat hij nou zegt, nu is dat basaal metabolisme van hun rustmetabolisme is gaan invullen het gebrek aan activiteit. Maar doet dat op een hele verkeerde manier. Kortom, die is energie aan het steken. Aan een immuunsysteem of aan allerlei stresshormonen, cortisol, noem maar op. Dus allerlei processen die eigenlijk ja, helemaal niet goed of gunstig zijn voor de gezondheid. Omdat er zoiets is van: ja, we, dit is een, een bazaal fysiologisch principe dat wij dit een energieverbruik van 2, 2000 tot 2500 hebben. En in, als je nou doordringt van wat Guido zegt, die zegt dus: ja, nou, je kan interen op dat bazaal metabolisme. Maar als jij daar te veel op gaat interen, ja, dan gaat het lichaam keuzes maken. Je denkt, nou, wat zijn echt de echte essentiële processen hier? Nou, ja, het moet blijven kloppen, ja. moet blijven ademhalen. Ja. Maar moeten we nog uh, alle hormonen produceren die we nodig hebben? Uh, lees moet uh, dames nog menstrueren? Uh, nou, al die extreme, dan gaat het lichaam inderdaad, uh, ja, eigenlijk in een in een extreme spaarstand. En daar is denk ik, uh, ja, in. Daar zit je op te bewegen in dit hele spectrum van uh, energieverbruik. Ja, ja. en ja. dan komt de vraag bij mij. Oké, okay, helder, mooi uitgelegd. Beide, dus het is allemaal niet zo simpel. Nee. Tegelijkertijd stellen wij net vast in de start van de uh, aflevering. dat hardlopers, wielrenners, turners. allerlei sporten ja. gebaat zijn. bij toch zo min mogelijk te ja. veel gewicht meeslepen. Dus hoe komen we dan toch op een, op een efficiënt ge gewicht? Wat, wat is wel slim om te doen? Ja, dat moet je inderdaad slim trainen uiteraard. Kijk, je hebt, uh, de meesten zitten al redelijk op een nou, laten we zeggen, uh, uh, goed ideaal gewicht voor hun om te presteren. En dan heb je, om nog beter te presteren, is altijd de eerste gedachte. Nou, er moet nog een paar kilo af, want dan uh, is weer winst. Want dan ga ik kan ik harder rennen of harder een berg op fietsen. Um, maar dan is het de, de eerste de simpelste gedachte is altijd van ja, minder eten. Als ik minder eet en ik blijf gewoon hetzelfde trainen, dan moet ik afvallen. En dan raak ik dat wel kwijt. Ja. Maar ja, zo simpel is het dus niet. Want als je minder gaat eten, dan, dat kan best een dag. Hè. Als je dan week achter elkaar steeds iets te weinig blijft eten, dan kom je gewoon weer in datzelfde proces en dan steer je dus steeds slechter. Dan ga je dus achteruit. En dan word je dus, ga je dus, word je dus eigenlijk gestraft voor nou ja, wat je eigenlijk zou willen bereiken. Beter worden, sneller worden, lichter worden. Word je eigenlijk misschien nog wel eens lichter. Maar je gaat slechter presteren. Dus dat is ook hetgeen. als je dus... Um, nou, het gaat om je prestaties verbeteren. En het doel moet niet zijn lichter worden. Het doel moet zijn sneller worden, prestaties verbeteren. En als je daarbij ook nog een beetje lichter wordt, doordat dat... Nou ja, uh, omdat je harder en meer hebt getraind. Uh, maar wel je, je je voedingsintake goed in de gaten hebt gehouden. En steeds elke dag voldoende binnen hebt gekregen. Ja. Ja, dan, heb je, weet je, dan ga je wel vooruit. En ook al heb je dan minder gewichtsverlies. Want ja, je zat al op een ideaal gewicht. Kijk, als je 10 kilo overgewicht hebt, is het wat anders. En, ja, en, en neem me dan toch, want, want jij spreekt nu inderdaad indachtig jou, ja. jouw topatleten die jij traint. Ja. Maar we maken deze podcast natuurlijk ook voor amateurs. Ja. En 10 kilo overgewicht is veel, maar 8 heb ik toch wel eens ja. gehad. Dus ja. hoe, hoe, wat, wat is dan wel lijsheid? <laughs> dus, ja, dan, dan, weet je, dan heb je natuurlijk, zeker in de beginfase, zul je makkelijk een paar kilo kwijt Ja, dat herken, herken ik ook. Je Als je ja. dan maar inderdaad gewoon gaat sporten en inderdaad de meeste, wat tussendoortjes ja, laat staan. Dan. En dan zijn ze twee, drie, vier kilo kwijt. En dan wordt het ineens, ja. hmm, wordt het ineens lastiger. Hè? Dan ja. zit je op een soort nou ja, nieuwe steady state. En ik denk, niet dat je dan, uh, ik denk dat je daar ook gewoon een tijdje moet blijven. Uh, en niet geforceerd nog min minder gaan eten en je trainingen door gaan voeren. Want dat is een punt waarbij je eigenlijk in, 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 voor je lichaam dan gaat interen te lang mm -hmm. Kijk, die, die eerste kilos die je eigenlijk toch te veel hebt, die raak je snel kwijt. En daar moet je dan op een gegeven moment eerst tevreden mee zijn, ja. voordat ja. je die weer de volgende stap gaat zetten. Hoe hè? snel? Je... Uh, want hoe snel praat je? Kijk, je hebt natuurlijk de extreem. Uh, extreem afvallen, dat doen die, die judoka's bijvoorbeeld. Hè? Maar, maar die is gaan vocht, toch? Vooral. Dat is puur vocht, oh, ja. ja. Maar dan praat ja. je over een dag, hè? of boxers doen dat ook, ja. hè? noem maar op. Ja. Die, die eerste snelle fase is, maar... waar je het over hebt, hoe, hoe snel kan dat ongeveer? Wanneer uh, raak je die eerste 2, 3 kilo uh, kwijt? Hoe lang mag je? Nou ja, kun je ja, daarvan weet je, 2 kilo kun je op, in principe, stel dat je hè, dat we die 10 kilo overgewicht hebben en je gaat serieus aan de slag, dan kun je 2 kilo zo in een week kwijtraken. Ja. Dat is echt niet zo'n groot uh, probleem. Maar in principe moet je, als je het een beetje geregeld wilt doen, uh, 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 en niet te snel, ja, dan zou je een beetje een kilo per week kunnen aanhouden. En dan toch even hele belangrijke context. Je zegt, dan, dan heb je dus al overgewicht. Hè? Dat is waar we zitten. Dat is aan toonbaar. Dat kun je voelen, dat kun je zien. En ja. dan, zeg, dan, dan treedt dat mechanisme wat jij benoemt Jurgen nog niet in werking. Dan nee, gaat dat dus wel is... degelijk door het sporten. Ga je extra verbranden ja. en wordt er dus extra vetopslag of zo opgeruimd. Ja, maar dan praat je inderdaad, waar, dat die energie en compensatie is vrij langzaam, zeg maar. Hè? Dat ja. duurt echt weken, half jaar, tot jaren, noem maar op. Ja. 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 Dus dat, daar is wat snelle winst. En dan zeg jij, Guido, dan, dan zul je even je steady state moeten accepteren. En dan ja. eventueel die volgende stap, is dat dan toch gewoon lange adem, grammetje voor grammetje of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, op zich weet je, dat is een beetje hoe, hoe, hoe ver je je doelen hebt staan. Hè? Um, uh, ik denk dat het, de weg ter geleidelijkheid het beste is. Um, en zoals ik al zei, het gewichtsverlies alleen, dat moet niet het doel zijn. Ja. Nee. He, het beter voelen de, de, voor de meeste ook nog beter presteren, sneller worden. Want wat, he, dat zijn we toch, daarvoor doen we toch bepaalde sporten. Ja. Dat moet het doel zijn. Ja. En niet uh, het gewicht. Uh, Als dat doel. dat het doel is van denk ja, maar ik moet, ik zit nu op 4 kilo minder, en ik moet er vijf af hebben. Ja. Dat is niet het juiste doel. En dan komen we, denk ik op het punt wat ik je graag ook met je wil voorleggen. Ja. Van hoe, hoe herkennen we nou of we goed bezig zijn? En of we niet inderdaad doorschieten, want jullie noemden allebei net al een paar extreme. Laten we die zo ook even verkennen, hè? Dat, 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 dat relatief energie-deficitie-syndroom. Ja, ja. ja. Maar nog ja. voordat we daar zijn, eerste tip die ik van je hoor, blijf gewoon ook goed naar je prestatieniveau kijken. Als je op een gegeven mm -hmm. moment wel lichter wordt, maar ook langzamer, dat is dan een eerste indicatie. Wat zijn mm -hmm. nog meer voor mijzelf of voor jou als mijn coach rode vlaggetjes dat er, dat er hier dingen niet goed gaan in de systemen? Um, nou ja, humeur, um, oh, ja. motivatie om te trainen. Dus dat zijn de gevoelskwesties. Mm -hmm. hè, die zijn heel belangrijk. En die moeten niet zeg maar. Um, nou ja, dat kun je bij jezelf denk ik ook wel nagaan. Als je honger hebt en, en lang niks gegeten hebt. dan is je humeur meestal niet altijd op, ja. de, uh, op zijn best. Dan word je hangry. <laughs> nou, en um, als je dat gewoon structureel elke dag houdt. Met slecht humeur en op een gegeven moment geen motivatie om te trainen. En dat, dat zijn wel foute tekenen. Weet je dat. Misschien ben je dan gewoon te lang bezig in een ja, te laag energieniveau. Hè? Ik moet dat op dit kort denken, Guido. Weet je, het, volgens mij kan jij je wel herinneren, Jurgen. De Rood Lantaarn Podcast heeft ooit een special gemaakt met Jos van Emden. je ja. dat verhaal? Ja. Met zijn Granny Smit-dieet. En die ja. vertelt precies dit. Die had op een gegeven moment ook verzonnen dat hij nog maar een Granny Smit per dag of zo ja. ging eten. En wel als opuurrennen doortrainen. Ja, ja. En die vertelt daar zelf ook over. Ik was zo'n Eikel, jongen, ja. ik was zo chagrijnig. Ik was gewoon ja. niet te genieten. Nee, maar ja, weet je, dat moet je voorkomen. Ja, ja. ja zeker je om je allerlei redenen. Dag, je kunt best wel eens een dag hier als saggrijnig zijn. Dat is iedereen, natuurlijk. Ja. Als je dat weken blijft, dan word je echt, dan word je echt niet eh, ja. een, een, een beter mens van, hè. En Zeker niet voor je omgeving. Nee. En, nee, en dat, dat zijn wel ja. tekenen dat je, hè, dat mensen te lang in een negatieve energiebalans zitten. Ja. En andere dingen die er ook bij komen is, die je een waarschuwteken voor jezelf geeft, is dat je vaak ja, simpele infecties hebt. Snel verkouden, Oh ja. Dat soort kwakkelachtige klachten, als je dat gewoon denkt, god ik heb het nou alweer, dat hoor je ook natuurlijk vaker. Maar dan moet je ook gaan denken van, hm, zit ik niet nu al een hele tijd gewoon in een soort energietekortfase, dat ik dat te vaak achter elkaar en te lang achter elkaar doordruk. Ja, mooi. Dat zijn wel twee hele concrete ja. om, om te monitoren en in een vroeg stadium dingen te detecteren. Ja, maar dat is niet ja. waar de meeste mensen bij, na, bij stilstaan. Hè? Nee. Van: uh, de, God, ja, daar heb, heb ik alweer een snotneus. Of uh, um, dan voel ik me alweer niet lekker. Ja. God, hoe kan dat nou toch? Ja. Ja. Dus en soms trainen ze hard, inderdaad, daarbij ook. Ja. En, en eten ze dus, nou ja, weet je, dan, eten ze, dan denk je van, ja, is mijn herstel dan niet goed? Of uh, de verkeerde mensen tegenkomen dat ik daar een virus uh, weer van oploop in de in groepen. Maar uh, vaak is hun voedingspatroon ook gewoon onvoldoende goed. En heb, krijgen ze gewoon te weinig nou ja, calorieën binnen. En dan hebben ze gewoon constante negatieve energiebalans. Ja, want dat, uh, dat doen we denk ik inderdaad. We, dat is. We hebben het ooit over voedingsapps, volgens mij gehad. Ja. ja maar ik besef ja. me steeds, ook, ook weer nu, besef maar ja, maar leuk en aardig, die stappentellers... of, of die, die, ja. die, die, de Strava en de Garmin die laten zien, hé, hey, mooie activiteit, zoveel kilocalorieën verbruikt. Dat dat allemaal, a, het zijn schattingen, ja. want het schattingen. Uh, en b, ja, dat je daar niet uh, de, kan, op geleide daarvan kan zeggen, ah, nou mag ik dus zoveel calorieën Mag ik eten of ik mag juist weer wat minder of noem maar op. Dat je daarmee moet uitkijken. En toen ging het over die voedingsapps, meet ik. Uh, Jumbo-Visma bijvoorbeeld, die je ja. ook uh, wil inzetten voor, voor recreatieve sporters. Nou, daar waren we ja. best kritisch over. Ik snap ook wel waarom. Ja. Maar daar ging het ook over juist, uh, nou ja, als het de verkeerde kant op gaat. Hè? Zoals uh, nou, de, ja. de Red S. Ik denk dat dat ja. toch goed is ja, om laat, te laten we even uitrafelen wat dat is. Ja. Dat heeft niks te maken met een rode kont. Maar dat, staat, dat is dus nee. een afkorting? Ja. <laughs> oké. <Okay. laughs> ja, die had ik er nog niet van gemaakt. Oh, <laughs> nou ja, die hoor ik altijd als jullie het daarover hebben. Maar uh, het is dus een, een ja. relatieve energie -syndroom. syndroom. En dokter Vroemer? Nee, in sport. Ah, ja. oké. Okay, Relatief. Energy deficiency in sport. Ah, oké, okay. ik dacht dat het voor syndroom staat. Nou, goed dat we dat ophelden. Syndroom, dat komt erachter, maar dat staat niet in het red S. Okay. Die S staat voor sport. Ah, ja. oh, precies. Oh ja, daarom noemen we het een red S syndroom. Um, dokter, wat is ja. dat syndroom? Wat gebeurt er dan? Nou, dat is he, dus, wat, de, wat de titel eigenlijk al zegt: dat je de hele tijd in een negatieve energiebalans zit: een relatief energietekort, deficiency tekort. En dat. Nou ja, een periode die te lang duurt, waardoor je eigenlijk allerlei fysieke klachten krijgt. En die kan alle op het gebied van afweer, op het gebied van spieren, op het gebied van humeur, depressie, eh, coördinatie, menstruatie, botgezondheid. Bot, eh, heel veel verschillende aangrijpingspunten heeft het. En dat komt puur omdat je dan heel lang gewoon te weinig eet. Ja. En dat is puur omdat dan door dat tekort aan, aan calorieën die je inneemt, dat dat lichaam gaat besluiten. Ja, ja. we moeten ergens uh, minder energie gaan, uh, gaan verbruiken. En dus die ja, gaat zoeken. Processen. Ja, al die processen die jij noemt, kunnen daar dus uh, last van krijgen. En, ja. en, en in het verleden werd dat vaak alleen of met name geassocieerd bij, bij vrouwen. Maar volgens mij is dat al lang, uh, die gedachte al lang achterhaald. Dat was de voorloper van, dit, uh, van deze naam, zeg maar. Hè. Mm -hmm. Toen was het de Female Athlete Triad. Ja. Mm -hmm. En dan dachten ze dat alleen, hè, dat met name vrouwen dit hadden. En dat, dat had ook te maken met het uitblijven van menstruatie en zo. Maar ondertussen is dat, doordat mannen ook gewoon te weinig eten, Um, is is was die naam natuurlijk niet meer correct? En, de, en zo is eigenlijk deze naam, die Relative Energy Deficiencies uh, in Sport, ja, ja. is dat een betere benaming? Want het maakt niet uit of je man of vrouw ja. bent voor dit uh, probleem. Iedereen die langdurig te weinig eet en veel sport, um, die kan hier last van krijgen. Weet we om hoeveel mensen dat gaat zo in, uh, wereldwijd nee. of in Nederland? Nee, want niemand um, Nou ja, ik denk dat er ook veel mensen dit hebben. Um, of daar tegenaan zitten die dat niet weten en die het niet kennen. Ja, maar... uh, het, het is een hele verzameling van, van heel veel verschillende klachten, wat ik je net ook al uh, ja. noemde, op allerlei verschillende gebieden. Ja, dat kun je allemaal hebben. En dus dan kom je een Je moet een beetje ja de, 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 de grove lijn in de gaten hebben van ja. Maar nu heb ik, ben ik ook al, hè, nu heb ik daar last van, heb ik daar last van, en ik heb ook wel geen zin meer uh, om te trainen en humeurig. Ja. En op een gegeven moment dan, ja, moeten al die lampjes, nou ja, al die dingen bij elkaar, moeten een lampje aan laten gaan. Waarvan denk ik denk, hmm. hm, dit gaat niet de goede kant op. En, um, hier is ergens iets waar ik, wat ik, moet ik doen? Um, en dan moet je dus ook gaan denken van, ja, eet ik wel gewoon. Te weinig, hè? ik ben wel proberen af aan te vallen en beter te presteren, maar volgens mij ben ik nu contraproductief bezig en moet ik gewoon meer eten. Ja. En dat is ook vaak voor, voor sporters die daar geconfronteerd mee worden en dan ook meer gaan eten. Omdat ze, ja, weet je, die, 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 geloven dan, die geloven je dan. Dan denk je, ja, misschien is dat de oplossing, dat ze daarna ook gewoon echt veel meer eten. En ook gewoon veel beter voelen en ook gewoon veel beter presteren en beter kunnen trainen. Want dat is dan ook de sleutel, Guido. Het is gewoon meer ja. gaan eten en dan ben je er ook ja. redelijk snel weer van af. Ja, het ligt er natuurlijk aan hoe lang dat ja, al... Ja, hoe diep het zit. Want ik, ja, zit even, ja. ik, ik ja. zie parallellen, of nee, ik vraag me af of er parallellen zijn bijvoorbeeld met een burn-out. Waar je eigenlijk je stresssysteem ook langdurig uh, ja. te ver onder druk zet. En op een ja. gegeven moment een elastiek knapt. Is dat bij dit ook zo? Of kun je hier eigenlijk vrij makkelijk uit eten? Nee, dat is niet vrij makkelijk. Als het psychosociaal gebied zo, al zoveel klachten krijgt, met, uh, uh, en ook op, um, op groeierboon en, en botstofwisseling en metabool, dan is het natuurlijk niet door een weekje veel te eten uh, voorbij. Hè. Nee. Want het um, nou ja, is ook vaak dat in de, in de kop van de atleet zit ook vaak de gedachte, ja maar wacht even, heb ik me net nou een half jaar lang heb ik de hele tijd mezelf... On, uh, nou ja, onthouden van heel veel... eten, lekker eten... alles en nu moet ik... in een week moet ik gewoon heel veel gaan eten... en dan ben ik het eigenlijk allemaal Ja. En dan ben ik niet meer um, fit en lean. Ja. Nee, dus en dus dat, dat is ook een lastig probleem. Dus dat ben je niet zomaar kwijt. He, dat moet, je moet daar... Nou ja, meestal uh, als je echt al... lang problemen hiermee hebt... moet je dat samen gaan doen. En dan moet je dat... Um, met een sportarts, met een uh, voedingsdeskundige, sportdiëtist, moet je dat samen proberen op een goede, een goede wijze op te lossen. Ik denk dat dat gewoon de sleutel is. Ik doe, veel van mijn sporters doe ik samen met een uh, sportdiëtist samen. Ja, ja want uh, je noemt het al: het belang van de juiste omgeving. Ik denk dat. Uh ja, de omgeving soms van, van, van wielrenners of, of atleten. Ja, dan, ja, als daarna moet we maar aan. Tot, daar, daar heerst toch vaak dat idee, net als Turners natuurlijk. Van, uh... ja, 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 deze sporten die worden daar uh, door veel coaches nog nou ja, naartoe geduwd. Ja. En dat, hè, dat is de onwetendheid misschien uh, van de coach, van wat hij zegt en wat dat voor input heeft, uh, impact ja. heeft, op die atleet. Dat wordt vaak. Ja, dat wordt vaak helemaal niet gezien. Daar denken ze gewoon helemaal niet aan. Nee. En dat is ook een beetje, zeg maar, nou ja, een beetje overstap naar dat plan wat we twee jaar, bijna twee jaar geleden hebben gemaakt. Mm -hmm. Ja, want dat is nog wel goed om even aan te stippen. Begin 2020 ja. zat je aan de grote talkshow tafels uh, op televisie. Omdat ja. je een plan lanceerde samen met Rob Veer tegen ja. eetstoornissen bij sporters. Wat was dat ook weer? Ja, dus we hadden een actieplan eigenlijk gemaakt. Um, en dat was ook naar aanleiding van uh, de problemen die Jip Vasterburg had gehad oh ja. in haar carrière. En die had, daar zat ik toen ook mee bij op 1. Uh -huh. En het, het, het actieplan was met name gericht op um, meer herkenning proberen te creëren um, bij, uh, uh, bij de problemen die het geeft bij sporten en een verstoord eetgedrag. Dus eh, dat, had, dat was dan met, je moet het herkennen. Als je niet weet waar je op moet letten, dan weet je ook niet hoe je het moet herkennen. Ja. Dus daar moet meer voorlichting van. Er moet hè, actief ook worden eh, voorlichting gegeven, met name in de groep waar eh, talenten in zitten. Ja. En die coaches ook, weet je, die moet je erop wijzen dat bepaald nou ja, prestatiegedrag ook van een coach heel Veel gevolgen kan hebben als hij dat benoemt. Mm -hmm. Als je zegt tegen een, een, atle een atleet of een atlete. dat hij je nog wel eventjes. twee, drie kilo eraf moet krijgen. dat blijft hangen. Weet je, dat blijft echt. En, en vaak zijn ze dan al redelijk afgetraind. Dan staan ze daar niet met die tien kilo overgewicht. Nee. Want dan, is het, dan is het geen groot probleem. Maar dan, die twee, drie kilo die zit vaak nergens meer. Die kun je, die kun je niet zomaar wegkrijgen. En dat is ook niet. Dat is het, dat wat ik ook al eerder zei. Het is niet het doel bij nee, nee, prestaties om drie kilo, twee kilo kwijt te raken. Het doel is om je beste prestaties te leveren. En mogelijk um, uh, val je daarbij wat af. En dat is meegenomen. Maar je moet gewoon goed voor jezelf zorgen en goed trainen. En um, uh, niet meteen gaan zoeken in kilo's kwijtraken. En hoe, hoe staat het nu uh, bijna twee jaar later met het plan? Heeft het uh, opvolging gekregen? Is het opgepikt? Of wat doen jullie nu? Ja, dat is dan het. Uh, 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 ja, dan krijg je vaak. Dan moeten we wel weer zeggen. Nou, dan zeggen bonden want, uh, dat de corona ertussen is gekomen. En het is allemaal nou, ja, blijven liggen of zo. De Atletiek Unie heeft er wel wat mee gedaan. Okay. Weet je, die okay. hebben een werkgroep opgestart. Dus die zijn daar heel goed mee bezig. Dan moet ik zeggen dat heel veel andere bonden gewoon niet gereageerd hebben. Hmm. En zelfs hun eigen bond heeft geen reactie gegeven. Hmm. En ja, dat, dat, dat vind ik heel, heel kwalijk, dat, ja. dat daar gewoon niks van reactie hè, op gegeven wordt. Geen reactie. Kun je ook zeggen van. Hmm. Dat is, uh, um, er is geen, dat is, geen prioriteit of aandacht aangegeven, ja. in ieder geval op dat moment. En, en coaches, verspreid je het plan? Kunnen, het is, laat, laat ik zo zeggen: mensen die dit luisteren denken, oh, nou, maar Guido, ik vind dit heel belangrijk. Ik had even gemist, die uitzending. Uh, kun, ja. is, staat het nog ergens op een website? Of waar, waar kunnen luisterende coaches of atleten die dit door willen sturen aan hun ja, coach vinden? Ja, we zijn wel en, en, en ondertussen, het plan zelf hebben we niet op een website staan, hè, dat actieplan. Maar er is ondertussen wel een, een werkgroep. Uh, vanuit de uh, uh, sportpsychologie kant ook je, uh, gemaakt. En die heet Weet wat je doet. En dat weet is dan uh, de weet tussen... Nou oh ja, weet-eet weet, weet, ja, ja. Weet, ja. wat weet je doet. Ja? Ja. ja, en daar staat ook heel veel um, nou ja, hulp um, wat je kunt krijgen... of als je meer informatie wilt krijgen uh, hoe je daar uh, aankomt. Ja. Dus de, dat is echt, nou ja. Zetten we een linkje, je, linkje in de show notes, uh, zullen we opnemen. Dan kunnen mensen hier onder de aflevering uh, vinden. Ja, het is heel simpel. doet.nl Nou, niet te, missen. Ja. niet te missen. Nou, goed, ja. goed werk. En ik, ik hoop dat je de energie kan vinden om dat onder de aandacht te blijven ja. houden. Ook al uh, als het niet meteen ja, overal uh, wordt opgepikt. Belangrijk onderwerp, zeker. Ja. Laten ja. wij eens samenvatten, want dit is een, een, een verwarrende aflevering met verschillende boodschappen voor verschillende mensen. Ja. We, we vertrokken natuurlijk met het punt dat als je wil afvallen, is per se harder sporten niet de sleutel. Nee, sporten Dan, is goed. Laten we ja, de basis hè? is Sowieso, alleen, inactief naar actief ja. is altijd goed. Maar als, ja. als, als, om te zeggen, als doel, ik wil pak uh, een beet 5 kilo kwijtraken, dus. Ik ga uh, nou meer uh, sporten, uh, fanatiek. Nee, dat, dus wordt, dat wordt lastig. Algemene waarheid niet waar. Als je nou die ene amateur bent die op het punt staat om een uh, levensstijltransitie in te gaan. Ja. Zoals ik een aantal jaar geleden. En je hebt lekker 10 kilo overgewicht. Dan zou je toch snel <laughs> ja, een paar kilo kunnen verliezen. Zeker. Ja. 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 Ten tweede is natuurlijk als jij een uh, wat fanatiekere sporter denk ik bent. En om je heen kijkt en het gevoel hebt van ja, hé. Hey, in het wielerpeloton of op de, de, de marathonpeloton. Ja, hoe lichter, hoe beter. Dat idee is er. En juist denkt van, hey, bij mij kan er nog wat af. Of je slechte coach denkt het, slecht en juist als je daarbij denkt van, ah, dat betekent dat ik minder moet gaan eten en meer moet gaan trainen. Dat is dan een die twee dingen gedachte. mogen al helemaal niet ja. samen. Nee, want je Goed. zult ja, nou, de kwaliteit van je training wordt slechter sowieso en daarnaast gaat je lichaam op een gegeven moment uh, zeggen uh, van hey bepaalde processen sorry daar hebben we geen energie meer voor ja, helder. en dan kan het uh, behoorlijk misgaan dus ja. belangrijke les voor uh, atleten met ambitie of atleten die al redelijk fit staan is wat Guido heel duidelijk zei focus op je prestatie ja en als bijvangst verlies je misschien nog eens een kilo links of rechts maar er zit al vaak niet meer zoveel op ja helder nee en, Kijk, je hebt ook, weet je, en Je mag best, eh, als je het hele jaar altijd bekijkt, voor, eh, dan, dan moet je ook, als je in de, in de zomer op je top bent en als je scherp staat, als je wedstrijden ook hebt, dan moet je het in de winter ook even los laten gaan. Weet je, dan mag je best een paar kilo weer winnen. Dat klein, zijn ook klein, 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 Dat wintervachtje. vinden mensen ook ja. lastig. <laughs> Zeker. <Ja>. Klein wintervachtje <laughs> onder de huid. Ja, geen Ulrichvachtje. Dat, nee. <laughs> uh, dat zijn namelijk 10 kilo en dat duurt dan wel weer heel lang. Ja. Uh, dus dat is bijvoorbeeld het heel veel. Maar een beetje, weet je. Twee, drie kilo erbij, dat is prima. Geen ja. probleem. Ja, even lekker genieten van de feestdagen. En dan uh, weer... Ja. Ah, dat is te laat eigenlijk in de periodisering, hè? Het is altijd rond uh, oktober, november, hè? Dit off-season voor veel sporten. Maar ja. Ja. Dan, uh, maar lekkere Halloween-party wordt het dan maar. Ja, ook leuk. Goed. Dankjewel, Jurgen. Ja. Mooi uh, onderwerp. Dankjewel, Guido, voor het uh, onder de aandacht brengen. Ook nog een keer van jouw uh, actieplan tegen eetstoornissen. Met name bij sporters. En ja. uh, ik hoop dat uh, we iedereen bewegen in niet na te jagen om snel af te vallen, maar dat het dus gaat om structurele leefstijlveranderingen. En dan kun je een heel eind komen. Laat ik daar zelf dan maar het bewijs van zijn. Hier in deze podcast. Uh, ik ben benieuwd om van onze luisteraars te horen hoe dat uh, bij hun gaat. Of zij toch nog misschien stiekem een hack hebben die wij gemist hebben. Of dat ze onderschrijven en herkennen wat wij hier uh, vandaag vertellen. En dat uh, laat van je horen kan op een aantal manieren. Via social media zijn we de Podcast op Twitter en op Instagram. Van iedere aflevering maken we een post. En daar kun je onder reageren. Of die kan je retweeten of die kan je doorsturen. En je kan ook... Uh, ja, en volg ons natuurlijk, hè? want dan, uh, dan, dan zie je die post ook. Dus druk even op, op die volgknop. Of je kan naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar zie je een link van iedere aflevering. En die link kan je natuurlijk kopiëren en doorsturen naar andere mensen... die dit ook toch zouden moeten horen. Of uh, bijvoorbeeld zouden moeten weten van dat actieplan waar we het over hadden. En ook op die website kan je daaronder reageren. En als je goed doorscrollt naar onder op die website, zie je daar een lijst met hele bijzondere mensen. Het zijn namelijk de Vrienden van de Show. En op die lijst kun je terechtkomen als je besluit om een keer te doneren. Doneren is helemaal niet zo duur, het is minder dan één kop koffie in de maand. Dus uh, mocht je deze podcast een warm hart toedragen, doe dat dus. Kijk op vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. En tot slot, je kan ook met ons mailen via post slimmerpodcast.nl. En we reageren altijd. Soms duurt dat even, maar we komen altijd bij je terug. Dus uh, via die vele wegen horen we graag van jou. Guido, dankjewel voor deze goede en energieke bijdrage weer vandaag. Ja, graag gedaan, wederom. En Jurgen, dank voor je mooie artikel. Blijf schrijven, zou ik zeggen. Dank je. Graag en tot weer. volgende week. Hoi. Hoi.